Voor Rosmarijn gaan we even... Rosmarijn, het kunnen er dus 314.000 worden, dat weet je. Maar dan moet je goed opletten, Rosmarijn, want we krijgen 3 verhalen. Sjaak Vermeire, het is aan jou. Ik was vroeger zanger van een rock cabaret groepje. En... In Mechelen, ja. En wij gingen een première houden van een nieuwe show. En we hadden dat allemaal uitgewerkt, we hadden dat gerepeteerd. Dus wij zouden opkomen in het donker op het podium. Hè. Wij werkten dus toen al met podium. En de lichten zouden uit zijn, wat rook. En dan enkele tellen en jam de muziek aan en beginnen. Jam. Formidabel. Jam en allemaal confituur. Dat is vakterm. Dat is vakterm. Jam. Wat gebeurt er nu? Maar we hadden zo'n klein pilampje. He, dus de zaal donker, met een klein pilampje voor de plaatsen. Wat gebeurt er? Wij moeten beginnen. Het pilampje is zoek. Wij komen dus op in de pikken donker. En wij vinden de gitaren niet. En die technieker, die had zijn tellen. Lichten gaan aan en we staan er allemaal nog te zoeken achter ons. Achter ons gitaar en iemand die strompelde. Dat was er gebeurd. Dus dat was een zeer onzeker begin. Is dat gebeurd? Kan je wel stellen. Is dit een waar of een onwaar verhaal, lieve Rosemarijn? Moet je even over nadenken. Een beetje een belachelijk figuur sloegen we toch wel. Toen ook al. Ja. Wat denk je, Rosemarijn? Je hebt 2 knopjes. Is spannend, hè? Je denkt dat het waar is. Groep Kaviaar. Jan van Rompuy. Ja, het is een ernstig verhaal. Ik had er eigenlijk bijna niet kunnen zijn vandaag. Maar het heeft niet veel geschild. Oh. Luister, jammer. Heel jammer. Nee, maar ik ben toch naar het derde panel. Toch maar gekomen. Ja. Ik maakte een soort reportage met een cameraploeg over de laatste flying boxcar van het leger van de luchtmacht. Dat in welk van jaar die, was dat, Jan? Voor de Eerste Wereldoorlog. Nee, ernstig. In de 60er jaren, denk ik. In elk geval, het waren die rare machines met die 2 staarten. Die leken wel achterstevoren te vliegen. Hè? Precies. En er waren er nog 2, die werden bijgezet op het kerkhof. Dat klopte, want het was een vliegtuigkerkhof in Kokzijde. We vliegen dus met die 2 toestellen naar Kokzijde. Aan boord 40 valschermspringers, die moesten er ook nog eens uitspringen bij wijze van laatste hulde aan het toestel. Was Jesse er ook al bij toen? Die was nog niet geboren, denk ik, in elk geval. Maar goed, wij vliegen dus langs alle vliegvelden, overal even goede dag gaan zeggen, met de vleugels wiebelen, omlaag, omhoog. Al die valschermspringers ziek, hadden ook nog steak provençal gegeten. Je kunt het u voorstellen hoe het aan boord eraan toe ging. Ja, en op de maar goed, waar kwam het nu op neer? Het was belangrijk voor de boordcommandanten van de toestellen om het laatste toestel aan de grond te kunnen zetten. Dus om het laatste te kunnen landen. Wat gebeurt er? Wij komen met de 2 toestellen aan in Kokzijde. Het eerste toestel begint rondjes te draaien, het tweede ook. Intussen houden we die brandstofmeter in het oog natuurlijk. Uiteindelijk zien wij het eerste toestel langzaam naar de landingsbaan gaan. En uiteindelijk moet dat dan landen. Maar wij zien ook dat onze benzinemeter op nul staat en dat ons toestel nog 1 rondje moet maken. De co-piloot zegt aan de piloot, pas op, want dat wordt hier toch een beetje kritisch. Kritiek, zal ik maar zeggen. Wij gaan toch landen, komen op de grond. Op dat moment vallen de motoren stil, brandstof op. Grote opluchting. Ik had ook kunnen hier niet zitten. Ja, wie zou er dan gezeten hebben, eigenlijk? Jan is een held, vrienden. Ja. Voilà, dat wou ik even zeggen, ja. Waar dan komt het eigenlijk om neer dat hij een held is. Is dat een waar verhaal, Rosmarijn? Ik denk dat het niet waar is. Zomaar. Ja. Jan is geen held. Hij is geen held. Nee, ik ben wel een held, maar het verhaal is niet waar, zegt ze. Hè? Zo bedoel je het toch, hè? Beiden. Ach, zie je. Zo. Klopt. Leuk, hè, Jan? Ja. Dat is iets anders, hè? We hebben goede kandidaten hier, hè? Ja. Dus moet je eens bij jou in een panel zetten. Villetje. Wel, Marjolein. Laat u niet afleiden door mijn verhaal. Maar in 1979 speelde ik in een muziektheatergroep en die kwam uit Maasmechelen, die heette Bok Workshop. En wij waren daarmee tot in de finale geraakt van het Cabaretfestival in Nederland. In Delft of zo was dat dan? In Delft. Ja. Belangrijk. Door die overwinning hadden we een enorme tournee in Nederland. En speelden we onder andere ook in de Melkweg, een van de grootste jeugdhuizen van Amsterdam. Nu, ik heb een zeer gevoelige maag. En voor de voorstelling eet ik dus nooit. Nu, het was een vrij goede volle zaal. Het was een soort mimische voorstelling, dus alle nationaliteiten waren ook aanwezig. En op een bepaald moment zing ik een lied over een man die zelfmoord pleegt. En dat deed ik door een soort strop rond mijn hand, een hals te doen.
En mijn handen moesten op mijn rug zijn, want het was zogezegd een man die niet eens vingers had om zichzelf op de andere manier het leven af te pakken. En ik begin dus te zingen en ik trek dus aan die strop. En wat gebeurt er? Ik had dus net voor de voorstelling, dus bij Broodje van Kootje, een broodje gegeten met filet Amerika. Wat gebeurt er? Door het ruk... Werkelijk. Heel de vloer was vol. En dat is niet het ergste. Ja. Maar... Wacht. De andere leden van de groep moesten daarna geblinddoek op handen en voeten over dat podium rondkruipen. En het publiek heeft een soort staande ovatie gegeven, omdat ze dus dachten dat het een truc was. Iemand die dus zo'n soort brei in zijn mond had gehouden. Ja. Is dat waar, Roosmarijn? Of is dat niet waar? Wat denk je? Het leek er zo'n beetje. Ik denk dat dat niet waar is. Goed. Waar zullen we eens beginnen? Bij Jan? Ga eens een vraag naar Jan. Was jouw verhaal waar of niet waar? Het was een mooi verhaal, maar het was niet waar. Goed. Het is heel goed begonnen, hè? Maar nu? Waar gaan we nu naartoe? Maar dat doen we, hè? Dit jaar is het niet meer zo... Ik begin ergens en dat maakt niet zoveel uit, hè? Ik bedoel, het is niet meer dat je dus kunt zeggen vanaf nu daar en dan zit je goed. We beginnen zomaar. Je mag zelf kiezen waar we naartoe gaan. Naar Jaak, was jouw verhaal waar of niet waar? Mijn verhaal was fout. Jammer. En als klap op de vuurpijl. Felice Damiano, was jouw verhaal waar of niet waar? Helaas, maar mijn verhaal was helemaal 100% waar gebeurd. Hoe jammer, hoe vreselijk, hoe ellendig. Ja, dat betekent dat de drie wijze ster, dat je die krijgt. 14.000 frank krijg je er ook bij. En tot spijt van wie het benijdt en van iedereen die naar Australië wil, drie zoenen met een geweldig applaus. Dames en heren. Zo, dames en heren, de 300.000 zijn deze keer niet weggegaan, maar we gaan toch proberen om dit seizoen dat geregeld te laten gebeuren. En, wat is dit? Telefoon. Zo. Misschien neem ik een... Hallo? Hallo? Ja? Regisseur van de Zeker Weten hier. Ah, en wat is er aan de hand? Jan van Rompuy, waar hebben jullie? Jan van Rompuy, die zit bij ons. Jan, het is voor jou, denk ik. Wat moet er gebeuren? Ik moet onmiddellijk naar Studio 3 komen. Onmiddellijk naar de Studio 3? Ja, natuurlijk. En, oké, ik zal het hem zeggen. Ik zal hem sturen. Geen probleem. Ik stuur hem zo. Jan, je moet meteen naar Studio 3, want het schijnt dat je zo meteen aan de beurt bent. Rechtstreeks, op antenne, dus je moet zeker gaan weten. Volgens mij moet jij hier zeker weten, wegwezen. En ondertussen ga ik rustig verder praten. Ja, precies. Dag Jan. Want hij gaat er ook weer tegenaan voor een seizoentje Zeker Weten. Wij zijn er elke week weer voor Zeker Weten. Kijkt u volgende week met ons mee. Het is gewoon een topavond. Tot volgende week.